Hi Pixel die vraagt op, of kan jij jouw beste dansmoves laten zien? Volle uit, ik ga hem wel weer crinsen op YouTube. Oh, oh 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 oh, ja ja ja! Deze vraag moeten wij gaan antwoorden. Oh jee, je gaat zoveel haat opkomen, jonne jonne jonne. Geloof jij ergens in? <middels> Hoe is het bof, bof, bofsters? Welkom bij de QA waar jullie allemaal zo ontzettend lang op hebben gewacht. Vandaag ga ik een paar vragen van jullie beantwoorden. Dus smash zeker weten op het duimpje omhoog en dan gaan we lekker meteen beginnen. De eerste vraag komt van It's Boys Jan. Wat vind jij de leukste serie om te maken voor de QA? Ik denk toch wel, als ik eerlijk ben, de Minecraft-series. Daar kan je zoveel verschillende dingen mee doen: uh, minigames, survival, player versus player. En Clash uh, gaan jou vind ik natuurlijk ook ontzettend leuk om te maken voor YouTube. Maar daar, uh, ja, dan kan je challenges doen en dat is eigenlijk iedere keer hetzelfde. Dus ik vind het eigenlijk het leukste als je iedere keer wat anders kan doen. Dus Minecraft. De volgende vraag is: van, Hoi, hoe gaat het? YouTube is wel leuk om te kijken. Zeker weten, als je geen YouTube date. Wat zou je nu dan doen? I know echt een standaard vraag. Ik denk dat ik dan op Twitch.tv constant aan het livestreamen was. Hey Troy, Kranen heeft een vraag over mijn Clash Royale serie. Wat vind jij van de Bowler? Ik vind de bola op zich wel een goede kaart als je ermee uh, kan omgaan. En als je hem tegen je hebt, gebruik dan gewoon een Inferno Dragon of een Inferno Tower. Het is heel makkelijk te counteren. Dus als je ermee goed speelt, is het een goede kaart. Hij heeft een tweede vraag. Namelijk, is het geniaal om een Latin Day uit een gouden kist te krijgen? Hier zal toch niks in zitten, denk ik. What? Nee, nee, nee. Volgens mij wel. Ja, anders zou ik het ook niet zeggen. Dus ja, het is geen. Corps YouTube vraagt hoe ben je erop gekomen om een clas kanaal te beginnen? Nou, Londenman, ik kan je vertellen. Ik heb mijn YouTube account niet aangemaakt voor Clash van jou. Nee, ik deed het voor Minecraft. Want dat vond ik geweldig. Dat, dat doet bijna elke elfjarige YouTuber die een kanaal start Minecraft en toen Team Fortress 2. Maar de laatste tijd doe ik inderdaad veel Clash Royale. Ja, het is makkelijk op te nemen, makkelijk te editen en je brengt er veel kijkers mee. En ik vind het leuk om te doen. Dus dat is dat is eigenlijk niet twee vliegen in één klap, maar honderd vliegen in één klap. Gepe heeft een vraag. Hoe ben je op de naam Topof gekomen? Deze vraag heb ik een paar jaar geleden ook gekregen. Maar ja, toen was ik nog niet zo groot. Die Q&A video had ook maar 50 weergaven. Dus geen wonder dat je het niet weet. Zoals jullie weten, ik heet Thomas. En uh, ik moest een kanaalnaam bedenken toen ik een, een account aan het maken was. Nou, Thomas was in gebruik. Thomas was in gebruik, dus ja, ik moest eigenlijk naam bedenken. Maar mijn klasgenoten en de andere kinderen op school, die uh, roepen tegen mij altijd: Tobolf, hey, Tobolf. Dus ja, eigenlijk vandaar, omdat ze mij zo noemen. Tobolf, uh, heet het Tobolf. Ja, Thomas van der Steen, die vraagt: Wil je ooit nog een keer Ark Aberration spelen voor de Q&A? PS, je bent de beste. Hopelijk ga je nog lang door. Super bedankt, Thomas. Ark Emberation. Ik, uh, ik heb de DLC. Ik heb Ark 5 Involved ook. Ik vind het heel leuk. Ik zou het ook willen opnemen. Het enige is: het kost heel veel tijd. Je moet uh, uh, progressie gaan maken, dat soort dingen. En dat, die tijd heb ik nu eigenlijk niet. Ik zit in mijn examenperiode. Maar als ik mijn examen haal, heb ik een vakantie van bijna drie maanden. Voordat ik aan mijn HBO-opleiding ga beginnen. Dus in die tijd. Ben ik van plan Ark Survival in te gaan opnemen en misschien ook wel Ark Emberation? Wil je het niet missen? Abonneer dan op mij en zet de notificaties onderin aan zodat je een melding krijgt wanneer Ark Emberation online komt. Hé hey, Thomas, die ben ik nu wel heel erg koekoek. Plex kopen, Plex die vraagt naar welke andere YouTubers kijk je? Jeetje, Mina, ben volgens mij wel op 200 andere mensen geabonneerd. Ik noem even de grootste, Enzo Knol, Game Meneer, Rudimentair, Het Gameportaal, Portaal, uh, Stuk TV, Ponkers en noem maar op. Ik volg zo'n beetje YouTube Nederland. Ja, ik kan ook niet alle filmpjes kijken omdat bijna iedereen dagelijks uploadt. Maar ja, op heel veel mensen. Grappersource heeft nog een vraag. Tilbof, ga je nog met andere YouTubers opnemen? Maar natuurlijk! Ik weet alleen niet wanneer, want ik heb weinig tijd. Zij hebben weinig tijd en moeten wij ook nog op hetzelfde moment vrije tijd hebben. Dus uh, als we dat uh, hebben, zeker weten. Met Sim, uh, met Lucky Noob, zeker nog een keer. Met Skyrider, dus er komen nog heleboel leuke video's aan. Pepsi Time, wat was je gedachte uh, toen je YouTube wou beginnen? Nou. Zoals jullie weten, Tim van Team Babal die ondertussen is gestopt met YouTube. Die heeft mij aangespoord om met uh, YouTube te beginnen. En ja, ik dacht. Wow, dat is leuk filmpjes maken. Mensen kijken naar mijn video's. Holy shit, hoe vet is dat? Dat dacht ik letterlijk. Meet die vraagt, wat is er in hemelsnaam gebeurd met Clash NL? Ik kan je één ding zeggen, Clash NL is gepauzeerd. Um, alle leden, waaronder ik en uh, een paar anderen, uh, die hebben ge geen tijd. Of ze zitten op uh, school examen te maken, of ze zitten op de universiteit. En um, als we allemaal weer wat uh, tijd hebben, gaan we er zeker weten nog mee door, als we dat nog willen. Dus het is niet gestopt, maar momenteel gepauzeerd. Luc Eertman vraagt, hoe ben je begonnen met je YouTube-kanaal? Account aanmaken, video opnemen en op uploaden drukken. Dat is het eigenlijk. En toen Minecraft-video's, oké. Okay? André die vraagt: hoeveel abonnees denk je dat je dit jaar gaat halen voor de QA? We hebben nu bijna 12.000 abonnees. En voor het jaar 2018, um, ik ben echt uh, een nerd. Ik ga naar de statistieken kijken. Mijn verwachting is dat ik aan het eind van 2018 in het beste geval 30.000 abonnees kan halen. Dus kunnen wij dat halen? Geen idee. Ik doe het voor de leuk. En als het uh, lukt, is het mooi meegenomen. TJT Games vraagt: Waarom ben je die vier jaar doorgezet? Nou, YouTube is mijn hobby. Ik vind het leuk om video's te maken. Haat en dat soort dingen moet je gewoon negeren. En ja, daarom ben ik gewoon doorgaan. Het is hetzelfde als mensen op voetbal. Die doen het gewoon omdat uh, voetbal leuk is. Nou, dat doe ik dan met YouTube. Jot4Games, boy. Die vraagt: Wat wil je behalen in 2018? Mijn uh, schooldiploma, mijn HVO-diploma. Uh, uh, rijbewijs wil ik dit jaar gaan halen. Uh, misschien ook sneller internet, maar daar moeten we nog naar kijken. Uh, pff, mijn opleiding wil ik halen. En de 30.000 abonnees. Nou, Davy die vraagt: Ga je ooit merchandise maken? Zeker weten. Ik weet alleen niet wanneer en hoe. Maar ik ben het wel van plan. Gewoon Matty die vraagt: Wat wil je laten worden? Ik wil. Informaticus worden. En dat is heel breed. Um, dan ga je software schrijven voor een apparaat. kan een computer zijn of een app op de telefoon. En dan kan je eigenlijk bij elk bedrijf werken. Ook bij de politie, bij de overheid. Of gewoon bij Unilever, ik noem maar wat. Je kan zoveel kanten op. Dus ik weet het echt niet. Maar ik weet wel dat ik informaticus word. Stuart van der Aker die vraagt: Wanneer hoop je de 100k te halen? Jeetje, mina. Als ik dit jaar de 30k. Kan halen denk ik in 2021. Als ik echt doorzet en alles loopt zoals het nu gaat, dan denk ik dat het wel mogelijk is. Maar ik doe het voor de leuk. Nogmaals, voor de leuk. OnderPlace die vraagt: Vond je in het begin YouTube moeilijk? Qua edit en zo. Nou, ik kan je één ding zeggen. Mijn eerste video niet geedit. Ik was er trots op. Mensen die keken naar mijn video. En, en, en een maand later had ik in één video twee stukjes waar ik in had geknipt. Echt letterlijk de stukjes dat ik in de lobby zat. Vond ik zo intens veel editwerk. Ik vond het niet moeilijk. Ik vond dat ik het goed deed. Maar tegenwoordig edit ik veel meer. Dus als ik nu terugkijk, dan denk ik van, waarom heeft die Topo van toen nou zo weinig geedit? Ja, dat moet je mij niet vragen. Hij vraagt Pixel, die vraagt Topo, kan jij jouw beste dansmoves laten zien? Volle huid, ik ga hem wel weer krintje op YouTube. en Jon, ik heb het meteen veel te warm. <laughs> I would Watch heeft drie vragen voor mij. Wil je een keer een aflevering maken voor kijkers, ik moet de kanalen beoordelen? Um, het kan. Kanalen beoordelen niet, maar ik ben wel van plan om tutorials te gaan maken van hoe neem je video's op, uh, hoe bereik je je publiek die je wilt, uh, dat soort dingen. Um, ik weet niet wanneer en hoe ik het ga doen, maar het lijkt mij wel leuk om andere mensen te helpen. Ik ben echt uit buiten adem van een dansmet. De tweede vraag van hem. Heb je een huisdier? Zo so, ja, hoe heet die dan en wat voor dier het is? Ik heb geen huisdier. Nee, uh, was er niemand thuis in de ochtend en in de middag. Dus als je een hond of een kat zou nemen, die heeft dan veel te weinig aandacht en kan niet worden uitgelaten. En daarom hebben we geen huisdier genomen. Oh, 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 oh ja ja ja. Deze vraag moeten wij gaan antwoorden. Oh jee, hier je gaat zoveel haat op komen. Jonne jonne jonne. Geloof jij ergens in? Hier ga ik veel vijanden meemaken. Ik geloof dat het tijd is voor de outro. Heb je genoten van deze video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet op mij te abonneren. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Bedankt voor het kijken, pofsters. En later! Okay,